Dit is Gelderland Helpt, straks buizenradio's. Nu eerst gaan we fietsen met GGNet in Doetinchem. Hier pakken ze psychische problemen aan met een stevig stukje fietsen. Nou, dit is een fietsgroep Doetinchem. Eigenlijk bekend onder de naam de groep van MTB-groep Rick Smit. En die zijn een aantal jaren al aan het fietsen. Het zijn allemaal mensen met een diagnose en een voorgeschiedenis natuurlijk. Maar die valt eigenlijk weg op het moment dat we op de fiets stappen. En dan zijn we wielrenner en wielrenner met elkaar. Het is een onderdeel in de week. Het geeft heel veel structuur. En je ziet ook leefstijlverbetering. Ja, ik zie ook resultaat. Ja, zeker nu ook met het Tour de Sol project. Dan zie je dat mensen mentaal en fysiek eigenlijk heel goed in orde zijn. De deelnemers trainen voor de Tour de Sol. Zijn fietstocht die eindigt bovenop de Mont Ventoux. In september hebben 20 cliënten de berg beklommen. En het bereiken van de top staat voor het omhoog klimmen uit het dal waarin deze deelnemers zaten. De omstandigheden waren zwaar. Dus het begin nog niet, maar het kale stuk van de kale berg, zal ik maar zeggen. Daar begon het wat te regenen en te druppen. Het werd kouder, dus dat maakte het ook wel extra zwaar. En ja, iedereen heeft gehaald, dus dat zegt wel iets. Ja, ik ben super trots. Ja, echt ongelooflijk trots en ook voldaan dat iedereen dat ook haalt. Ja. Fietsen is wel een levensstijl bijgekomen bij mij, ja. Een eigen fietslevensstijl. Ja. De laatste maanden heeft het werk en onder andere het voorbereiden op de Mont Ventoux, inclusief met de groep fietsen van de woensdagmiddag, me er doorheen getrokken. Ja, dat kan ik wel zeggen. Voor dit mooie project heeft GGNet nog wel wat fietsen nodig. Ja, oproep voor mountainbikes, die zeer goed worden ingezet voor een doelgroep die daar ook heel goed mee kan. En ook doelen voor ogen heeft, zoals bijvoorbeeld het gaan naar Frankrijk om de Mont Ventoux te beklimmen. Heeft u nog een mooie mountainbike staan die niks te doen heeft? Gelderlandhelpt.nl Ik heb altijd iets met buizen gehad. Ik vind de klankkleur vind ik hartstikke mooi. Als je die oude radio's hebt waar nog elk FM op zit. En dan, ja, ik vind die klank vind ik gewoon prachtig. Als je die oude radio's hebt, er zijn heel veel onderdelen uitgedroogd. Verlopen, kapot. Je moet maar zien hoe je eraan komt. In heel veel gevallen kom je er ook niet meer aan en dan zul je zelf aan de bak moeten. Mijn hobby is het verzamelen, het nabouwen, het zeg maar replica's maken van bestaande radio's. Het ook weer werkend maken van oude radio's met alle reparaties die daarin voorkomen. Maar in ieder geval omdat zo'n radio weer een nieuwe jeugd te geven. Ja, het mooie is dan als het dan allemaal lukt en allemaal draait en mooi speelt. Ja, dan vind ik dat prachtig. Ja. Ik ben eigenlijk op zoek naar dit soort radio's en ik hoop eigenlijk dat die nog bij mensen op zolder staan of in de garage staan waarvan men zoiets heeft. Ik weet niet eens wat het is, misschien dat ze wel weten wat of het is, maar wat ik niet wil eigenlijk, dat die dingen gewoon in een container beland worden. Dus ik heb eigenlijk een vraag. Mensen, als u een radio zoiets dit heeft staan en u wilt er van af, ik zou er heel erg blij van worden. Ja, daar worden wij dan ook helemaal blij van. Buizenradio's voor Henk. Gelderlandhelpt.nl. En bedankt voor het kijken.